Oké, okay. Moik, waar zijn we? We zijn bij Roodkapje. Roodkapje in de... Nee, Groenkapje. het is Groenkapje. Groenkapje, oké. Okay. The Journey of the Melee Island. We mogen geen guns gebruiken, helaas. Oh, nee, echt. Helaas. Melee. Moet ik praten of jij? Accepteer me. Oh. Accepteer op een... Zoom eens even in op dat boekje. Hey, don't touch that. Oh. Unless you think you're tough enough to track down the man I'm hunting. Everything I know is in that logbook. I'd find him myself if I had the money to get back on the waves. But for now, I'm Je just bent another gewoon landlubber skeer. selling Ja. tours. Oh. Wow. Oh, hallo, jij Wow. komt ook weer tevoorschijn. Hij is weer een keertje uit zijn zweethok gekomen. Ja. I don't want friends. But I want someone willing to drag that pirate pretender back to reality. Back to Then we can have a reality. long and meaningful Oh, there goes conversation with the gravity. soul of my book. Oh, there goes Don't gravity. happen unless you take the time to explain our situation. A while ago, I invited a pirate named Guy Brush Threepwood and his wife Okay. Elaine to celebrate their honeymoon here on the Sea of Thieves. You mean a fraud named Guy Brush Threepwood? Though I'd also accept liar, imposter, figurehead thief. Impost. Mike, we zijn iets heel belangrijks vergeten. Ja. Zijn Pieter Monk helemaal vergeten? Die pakken we zo wel. Inderdaad. Even moeten we hem weer uit het adoptiecentrum halen. Ja. Sailing in circles in my old glassbox boat. Something that looked like Oh, it anyway. sorry, sorry. Ja, dat Melee Island is, het spijt me. In that realm, people and places from long ago can come back to haunt you, mingling with all the hopes and dreams in your heart. I fear that Guybrush has become trapped in memories. Lijkt het alsof zijn stem is veranderd, weet je memories niet? Of a distant pirate sanctuary. Ja, denk het wel. Melee Island. Melee Island. If he is not rescued, he will remain sealed in a dream world for all eternity, surrounded by fragments of his Ik past. Zit hier wel. That is why I have asked Kate to recruit pirates who are both willing and able to broach the Sea of the Damned and save Guybrush. And then everybody here will see what a pathetic dope he really is. It's a good plan. Think they can pull it off? I believe they can. Mike, what the hell? En het probleem. Wat gebeurde er? Het portaal der portalen oh, is weer open. Nee, hij is weer open, man. Kate learned of Guybrush's whereabouts, but was never able to reach him. You will be sailing into uncharted territory. On Melee Island, things may be very different from the Sea of Thieves you know. Huh? Dit is nieuw? Wat? Dit is nieuw? Dat is niet nieuw, Mike. Dat zit al vanaf dat is niet de nieuw? Dat Serieus? Dat is sinds de beta al erin. Wat? Hoe ken ik dit niet? Ken je dit echt niet? Zo jump jij ook. Wat? Dit is letterlijk de jump techniek. Dat is daarvan. Oh! Hoe wist ik dat niet? Oké, Mike, kijk. Frikandel. Waarom heet hij frikandel? Dat weet ik niet. Hij houdt van frikandellen. Oh, dat is niet van de frikamoik? Jawel, maar hij houdt van frikandellen. Ah, oké. Dat is alles wat we weten tot nu toe. Er zitten nog heel veel mysteries wat we nog niet hebben ontdekt over deze aap. De dreigende Turk. Inderdaad. Pieter Monk is mee, dacht ik. Ja, hier. Pieter Monk is hier. Hij zit naast frikandel. Zullen wij maar eens gaan varen? Pieter Monk weet alleen de weg naar dat eiland, hè? Hij ja, weet ja, niet. Frikandel weet dat ook niet. Alleen dat Pieter maar Monk. Pieter oh, Monk, ja. Dus hij moet even... Hij moet even hier, want hij moet ons de weg wijzen. Oké, is goed. Ja, laten wij... Moeten we voor de veiligheid ook frikandel even bij Pieter Monk doen? Omdat misschien, Monk... Nou, misschien voor sociale ondersteuning. Zo. Sociale ondersteuning. Hebben we nog iets nodig van Loot? Sociale ondersteuning is required for this mission. Ja. Let's go with the flow. Oep. Het is tijd. De hoogste tijd. Oké, laten we alvast gewoon één crash voor de aflevering alvast gaan doen. Hebben we dat alvast gehad? Zo. Oh nee, laat maar. We komen er heel misschien wel omheen. Ja. Laat maar. We komen er inderdaad gewoon omheen. Ja, precies. Die crash komt later wel. We hebben wel een boekje, of niet? We hebben een boekje. Ik heb geen boekje. Oh, wel.
vond de keybind te vergeten. Dus we gaan gewoon door het port. Boef, fat, Captain's Logbook of the Headless Monkey. Die man die een monkey heeft. Die monkey had geen hoofd. Van de Ghost Monkey. Hij is gewoon reward 100 coins. laat maar zitten. Waarom zou je 100 eurotjes maar op een wanted lie zetten? Ik zou. And this is what he did to, with my picture. I got thrown in jail for his crimes. Reward 100 guy brush, but catch him. I need a ship. I need a ship. Voor 100 euro maar. Yo, ik zou ook wel een schip willen voor 100 euro. Ja, maar dat is de prijs wat dan boven haar hoofd voor mij zat. Ja. Oh, daar gaan we. Oh, oké. Okay. Pieter, Monk en Frikandel, daar gaan we. Oh, we zijn weer terug in de Ghost Realm. Waar we niet van ons schip kunnen afdonderen. Ja, blijkbaar. Zien we nog de doden? Of niet? Nee, dat denk ik niet. Oh. Wow, what an incredible end to an amazing adventure. I outwitted the evil pirate LeChuck, caused an avalanche, kinda, and lived to tell the tale. Did he have to find? Nee, waar is hij? Elaine and I finally got married, and all of our friends. Ik hoop echt dat we ooit zo'n soort schip krijgen. Now all we just married. Kijk aan de achterkant van het schip. Just married. We have to pass through the devil's shroud. Oh nee, Pieter Monk zegt dat we op gevaarlijk terrein komen. Oh god. Hij krijgt al de trillingen. Oh ja, ik zie het. Hij kijkt hem jeuken. Hij zegt dat hij is een beetje zenuwachtig. Hij weet wat er gaat gebeuren. Ja. I wake up in our cabin. Elaine is gone. And at the end of my bed, LeChuck is there. Laughing at me. LeChuck, jij bastard. I left him buried back on Monkey Island, but... Why does it feel so Pieter Monk. Kijk eens aan de linkerkant. I can almost hear the laughter. LeChuck. LeChuck. Wat doe je? Oh god. Je ziet toch al Frikandel, Pieter Monk en Mighty Dexter 5. Ik zie alleen Ryan VD Troy staan. Ik geef Pieter Monk en Frikandel. Nee, dat zie ik niet staan. Oh. Nog meer questbook. We zijn bij Eiland der Eilanden gekomen. Finally, the mad monkey, the perfect ship to hunt to eat wood. But he stole its figurehead. One more thing for my list. When I did get back to sleep, I had a very different dream. I was back where it all began, on my quest to become a legendary pirate. Maar Guybrush was toch wel goed eigenlijk? Back at the start of my very first adventure. Wow. Hij lijkt Guybrush lijkt me wel een chille gast, eerlijk gezegd. Ja. Wow. Het is groot. Dat eiland is massive. Ja. De kleuren veranderen hier ook. Ik zag kleuren zijn. Oh, kleuren zijn anders hier. Ja, dat heb ik ook een beetje door. Nou, Pieter Monk, vertel wat het is, want het is echt een gigantisch eiland. Dit is, ja, Pieter Monk, jij moet ons wel de weg wijzen. Dit is wel, denk ik, door zijn hele plaats waar Pieter Monk vandaan kwam. Dat denk ik wel. Want dit is wel meenemen. Anders zou hij dit toch niet weten? Anders zou hij dit niet weten. Nee, precies. Hey, de mansion is daar links. Oh. Wow, dat is een groot gebouw. Dat is ongeveer Snake Island groot. Oké, zet jij het anker zo? We moeten netjes inparkeren. Hier is het anker. Want we moeten respect hebben voor deze plek. Schiet gelijk netjes... alles kapot. Maar... Schiet gelijk alles kapot. Goed, parkeren we perfect. Perfect. Oh, this is satisfying. Dit is perfect geparkeerd. Oké, okay, Pieter Monk. Ik weet niet waar die is, maar maakt niet uit. Pieter Monk is belangrijker. Ja, hij danst om arm. Oké, dit is de scambar. Ik wil wel weten wat er in de scambar eigenlijk is. Oh. Wat hebben we daar? Mike. Wow. Die zijn een beetje druk. Quiz Murray. Wow. Oh, hallo. Ja, oh. Yeah. Moet je zien. Oh. Hey, die ken ik. Ja. Yeah. You'll be here to undertake
The three trials, I'll wager. The three trials! Aye, that takes me back. I want to be a mighty pirate. Where do I collect me hat? Well, if you're here to prove your worth to us, too bad. We're no longer in charge around here. Maar wat moeten we eigenlijk allemaal doen voor de Tall Tales? Kijk, de Tall Tales. Hier. Oh, je krijgt hier niet dingen van. Je krijgt hier... Dit zijn alleen Tall Tales. Oh. Je krijgt hier geen dingen voor. Oh, je kan wel dingen kopen hier, wat je normaal anders niet kan kopen, kom maar. Governor Guy Rushbreakwood! Ah, all that toasting of the governors made me thirsty. Time for some more grog! Grog, grog, grog! Ja, oh, dat is een emmer. We moeten wel meedoen, hè, Mike? We moeten meedoen. Ja. Zo. Oh, zeker. Zo, ja, dat was lekker. Oké, wat moeten we doen? Oh, we mogen meenemen. Take Murray. Welke gaan we meenemen? Ik neem al Murray mee. Oh. Oké, neem jij Murray mee? Heb je Murray mee? Ja, hou je mond dicht. We kunnen hem niet meenemen. Het is wel een beetje... Ja... Hij blijft alleen maar zo hetzelfde zeggen. Oh, laten we verder kijken dan. Ja, is goed. Als het kan. We lopen niet zo erg recht. Wacht, even kijken. Meet the pirate leaders here. Scumba, oké. Wat, dat is die achterin. Dat is hier, dit is de Scumba. Oh ja, maar dat waren de pirate leaders waar we net mee aan het praten waren. Ja, oké, maar dat hebben we nu gehaald. Wacht, is er niet zo'n voyage table waar ze aan zitten? Ja, zoiets, ja. Oké, wat heeft hij aan? Hij heeft hem wel een goede buik, heeft hij. Ja, dat wel. Hij heeft wel heel erg wat zitten proeven hier. Hé, maar Mike. Huh? Oh, helaas. Helaas. The chef won't let customers touch this kitchen. Nou, laten we dan maar even op pad gaan. Nou, dat is gewoon niet eerlijk. Even kijken. Waar zijn we eigenlijk? Kan het open? Nee. Oh. Hier zat iets in. 4 pieces 08, discovered by Ryan V. Detroit. Ja. Gewoon munten. Use lid. Zit hier niet echt iets? Nee. Oh, je kan ze reserveren. Oh, nice. Hallo, wie ben jij? Shopguard. I don't think so, Shopguard. This ain't Wally's Daft Map shop no more, and that means it's off limits to the likes of you. Okay. The editorial guards only. And since I don't iedereen is hier half geest. Ja. I'm thinking that means vreemd. Oh, Clock Tower key needed. So sling your hook. Sling your hook? Oh. Wow. Hey, ik hoop dat hij ontploft eigenlijk. Oké, maar Pieter Monk heeft hij ons van Reddy gebracht. Ja, wat is dit? De shop. Wat is de shop? Oh. Hallo. Misschien als ik... Hier, de shop. Oh, ja. Hier kunnen we onze wapens ook switchen. Dat is ook... We moeten iets kopen. That's a special order. Of misschien, weet ik weet niet precies. Oké, cook uniform. Oh, we moeten hier 45 pieces zo eten voor hebben. Dus we moeten nog meer pieces zo eten. Voor wat? Chef's uniform. Chef's uniform. Oh, dan kunnen we daar dingen doen. Ja, precies. Dus we moeten zoeken. Mooie ramen dit. Ja, dat wel, ja. Ik ga erin. Kan dat? Wow. Hey, kijk. Wow. Walt, kom eens hier. Wat? Kom snel. Yeah. Watch.
What's the matter? Can't you reach your lovely bony dindins? All right, that's enough, you mangy mutts. Go lay down. Oh, nay. Oh. I said that's enough. Oh. Oh. We guard the governor now. Not you, pathetic pooches. Oh, dat is eigenlijk wel zielig. Now move along and don't start any trouble. I'm on break. Kunnen we die dingen verzamelen? Nee, we kunnen iets van stelen. Explosieve snoepjes zijn dat. Explosieve snoepjes. Ja, ze zien er echt uit als snoepjes. Kom hier naar binnen. Ja. Dat hele mooie gebouw met ramen. Ik was hier net binnen. Hoe kwam jij hier dan binnen? Ja, gewoon die deur open. Nou, gaat u zitten? Oké. Welkom allemaal tot het saaie zeg maar. Bruiloft waar de mensen nog niet zijn opgedaagd. Kan de man die Pirate Legend is even naar voren toe komen? Ja. Oké, vertel uw verhaal aan de mensen. Dit is een oefentraject. Wat is oefening? Voor het oefenen voor de echte bruiloft. Ja, ik volgende weet dus niet week. Ik ga trouwen. Hé, jij. Ik ga trouwen. Ja, van die in die scuffbar. Die vrouw. Nee, niet. Nee. Ik ga niet trouwen met dat wijf. Wat dacht je dan zelf? Ik hoef geen verhaal te vertellen, man. Oh, hallo. Hey. Oh, we kunnen niet naar de mansion toe. Kan dat niet? Nee. Forcefield. Oh, we gaan hem helpen Otis! Uit het spel. Otis! Oh, hij heeft al heel veel dagen hier gezeten, zeg. Wow. We kunnen met een hamer ook wat dingetjes van mij doen. Maar waar is de hamer? Ik heb hier een hamer. Maar wat kunnen we met de hamer? Ik kan geen hamer oppakken. Er is maar één hamer. Hadden we überhaupt ergens een hamer voor nodig? De lok kapot maken? Oh, nee. We moeten daar een key voor hebben. Wat kunnen we met een hamer? Ik zou het niet weten. Oh, we mogen hier nog niet door. Ja, laten we even zoeken waar we een hamer toevallig voor nodig hebben. Ik weet geen flauw idee waar we een hamer voor nodig hebben. Zo'n tonnen waar je niks uit kan pakken. Alles is geblokkeerd door die stomme guards. Ja, daarom. Moeten we misschien praten tegen de man of lower more fiber? Denk het niet. Laten we even naar de watchtower toe gaan, dan weten we gelijk wat daar ook is. Ja, is goed. Misschien met deze hamer kan ik hun dan knock-out slaan. Ik heb nog 4. Hoeveel hebben we? Kunnen we dat zien? Nee. Wat? That's by whisper. Oh, we hebben 19. We hebben 19 pieces of weight. Oh, wacht. We konden ook nog van munten vragen bij die ene dingen. Ja, bij die mensen. What be ye wanted? I assume you mean pieces of eight? That's the currency we trade in here on Melee Island. The cook could have been persuaded to take you on, but he's already hired himself a new assistant, so you're out of luck there. Well, I'm sure if you keep your eyes peeled, you'll spot a few stray pieces of eight lying around that nobody'll miss. Of course, a real pirate would notice more nefarious opportunities to fill their pockets. Okidoki, het zit waarschijnlijk hier ook ergens in de bar. Hey, you leave that skull alone. He's got a job to do. Nou, hou eens op met je zin. Dat zegt hij nu al 1000 keer. Ik snap hem niet. Hij, het is best pittig nog. Oh, ik heb de key. Oh, voor wat? Nee, laat me zitten. Laat maar. Ik wil hem niet stelen. Waarom, voor wat? Oh. Waar ligt de key? Nee, deze guy heeft de key, alleen we mogen niet afpakken. Misschien dat we hier iets moeten doen. Want ze zeiden op de map dat we ook hier iets moesten vinden. Ik zweer, als de deur niet open kan, dan ik ga gewoon. Nee, maar het is geen deur wat ik net zag toen we aankwamen varen. Het is meer een soort gekke ander iets. Zo. Ja, zoiets. Ik weet niet, ik heb niet precies kunnen zien. Hier, kijk. Hier is iets. Wow. Oh, hallo. Yikes. Oh, je hebt hier wel een hele mooie view. Like er is daar een kermis. Een kermis? Ja. Waar? Oh! Ik
zegt nou wat? Look out there. I see a ship. A ship? Waar zie je een ship? Ja, die ship maar. Oh. Naar. Maar ik ga het wel even zeggen. Gewoon kijken wat die. A ship, you say? Oh, this could be serious. Wacht, kunnen we iets stelen? Kunnen we iets stelen? Oh, oh, oh. What's with this useless thing, anywho? Weet ik veel. Yoda. We moeten mensen afleiden en dan moeten we iets stelen van hun. Oh! Dat is het. Ik denk dat dat de bedoeling is. We moeten ze bezighouden. Ik kan niet meer rennen. Kan jij ook rennen? Ik ook niet, nee. Kan je hier niet rennen of zo? Is het gewoon... Huh? Oh, kan niet. Oké, we moeten terug. Wacht. Ik ga even mijn tankkart vullen, want die ene guy die de sleutel, de key heeft, die kan je misschien dronken maken. Ja. Oké, maar dan moeten we eerst een outfitje hebben. Dan moeten we eerst zo'n outfit hebben. Nee, kijk, we kunnen ook de tankkart in ons schip gebruiken. Dat is wel slim, ja. Geef die guy met de sleutel zoveel mogelijk bier. Waarom? Ik heb bier bij me. Come to share a table, maar het is Merrick bier, hè? Het is niet van de chef. Misschien dat het daarom wel zo is. Wacht, even kijken. Oh! Oké, nu moet ik dat ding erbij. Nee, ik ga niet. That key's for official town business only. Ja, extra potent grog. Ja, dan moeten ze. Dus hij wil. Deze precies hetzelfde. Dus we moeten eerst die pounds hebben. En hoeveel hadden we daarvoor? We hebben nu 36. Try that again. En hoeveel hadden we nodig? 45. We hebben nu 36. En voor mij krijgen we alle twee daarvoor een outfit. Dus we moeten even doorzoeken. Oh, zo kom je aan je spullen. What? Je moet in Tall Tales moet je die munten verzamelen. En dan kan je voor die zoveel munten kan je dan een item kopen. En dan heb je die in je inventory. Wacht, wat? Maar wat bedoel je met talten? Want we hebben dan aparte talten hier in de zin. Nee. Kijk, je kan met munten kan je dingen kopen. Ja. En die als je dingen koopt, behoud je die. Ik denk dat het zo werkt. Ik kan geen munten meer vinden. Keep your hands off that as well. What do you have for sale? Don't suppose. And before you ask, no, I don't offer credit. Find me some nice try. Hier achter of zo. Where money still beside you have down there. Misschien wel nog even ergens anders kunnen kijken voor een shopkeeper. Ik heb letterlijk examine gunpowder fuses 70. Ja. Die kosten duur, maar ik denk wel echt dat we die chef eerst moeten, want dat is het begin. Die chef zijn kop inslaan van hamer of zo. Ja, we moeten dat drang van hem nakken, waardoor we een key kunnen krijgen. Met die key kunnen we die gevangenen laten ontsnappen en zo kunnen we door. Oh, je kan niet naar boven kunnen. Die kunnen we onder water. Oh, angle. Wacht, moeten we misschien hier naartoe en dan... Hebben we hier niet de hamer voor? Nee. Hoe doe je hem omhoog? Ja, jij moet hem naar beneden. Naar beneden moet je hem doen. Hoe doe je hem naar beneden? Hier naar beneden. Kan je voor mij kiezen. Oh, dat is naar beneden dan. Ja, nee, ik kom naar... Ja, oké, naar beneden. Oh, kan je nog verder? Ja, ik kan nog veel verder. Hoor. Maar doe maar. Dan kan ik hem eraan klikken en misschien zit daar wel geld in. Goed, hè? Is nu goed. Verder. Nee, je moet daar. Daar moet je. Via hier. Hier. Oh. Daar zit die, daar. Oh, ik zie wat je bedoelt. Okay, dan moet je hem. Nemen. Dan moet ik hem er voor mij in duwen of zo. Oké. Ja, nu omhoog. Halleluja. Ja, wacht even, hoe kom je omhoog? Ladder, hier. Oh, je hebt ook daar een ladder. Kunnen we daar al wat mee? Oh, misschien moeten we hier naartoe kijken of we hem dan kunnen openen of zo. Ik weet wat we hier doen. Wat moeten wij doen? Kijken.
misschien dat we hem even mee naar beneden of zo moeten doen. Doet die niet eens? Nee, dat kan niet. Misschien moeten we daar nog een attachment of zo voor hebben. Oh, de hamer misschien. Nee, heel hard. Nee. Kan je er binnen? Nee. Oh, ja! Oh, wat? Wat? Ik kan draaien, kan je hem omhoog doen? Oh ja, tuurlijk! Ja, wacht. Ja. Ja, die hem omhoog. Dan takel ik hem. Oké, gaat die nu goed? Ja, hij is bijna bij... Hij gaat bijna op Pieter Monk beland, man. Oh, god. Ja. Ja, hij staat goed. Hij moet wel iemand mee. Je moet hier naar beneden. Mooi. To require to open. Ik ga die hamer pakken. Ik weet denk ik waar die hamer ligt. Oké, is goed. Het werkt! Wow! Maar daar stond de delivery note op. Oh, ja. Dus to citizen of melee? Oh, gewoon de... De pirate misschien? Nee, wel even kijken. Citizen, die zit... Oh, ik weet waar die zit. Kom. Oh, wow. Deze gast. Hey, that's my cargo. I thought it'd be fish food by now. Looks like I'm back in business. This meet and greet ticket will get you an audience with the legend of Monkey Island. Only one in existence, but I'd say you've earned it. We hebben iets. We hebben eentje. Eén van de. Eén. Maar waar is de legend? De. We gaan naar de tik, we gaan naar die guy toe. Het gaat ons lukken. Oké, maar. Hè? Is er dan iets meet anders? Meet and greet ticket. Meet the legend of Monkey Island here for this. Misschien is het ergens anders. Misschien moeten we toch terug naar die pirates toe bij de bar. Ja, laten we daar even gaan kijken. Well, hebben we nu wel genoeg coins? Nee. Nee, we hebben 5 tekort. Oh, misschien hier. Nee, ja, misschien hier. Wat de fuck? Kan iedereen proberen. Ik denk dat dat pas later is, misschien. Who's a good boy then? Woef, aroof, woef, 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 aroof, spiffy. Wacht, wat? Zei hij dat ook echt? Ik heb een secret gevonden. Die hond praat! Wat? Die hond praat, die zegt gewoon spiffy. Spiffy? Hij zegt gewoon spiffy. Oké, ik heb zo sterk het gevoel dat die klok iets betekent, of gewoon... Oh! An empty dog food bowl, they must be starved. Oh, wat zijn die hondjes? Ja, dus we moeten wat eten. Dan hebben we ook die... Ja, daar hebben we dus ook nog die gas voor nodig. Dus we moeten die... We moeten gewoon die 45 centjes hebben. Dat is gewoon iets wat we moeten hebben. Want dan, ik denk dat die gas dan gaat opstaan ofzo. En dan kunnen we zijn munten nakken. Ja. Ligt er nog niet in de kerk wat we hebben vergeten? Jochen! Yes! We hebben genoeg! Oh, eindelijk! Oké, we gaan naar de shop. Let's go! Fancy pants. Ik heb hem willen. Oké. Hier is hij. Oh mijn god. Ik ben Batman. Eens kijken. Chef's uniform. Let's go! Oké, we gaan naar de naar Scam. Ja, het mag! Oh mijn god. Oké, kan ik dan nu? Deze guy. Hè? Een extra potent. Ja, oh, ja, maar je moet hem net... Nee, we moeten hem dronkender maken. Eens kijken. Oh, ja, wij moeten nu als... Oké. Kijk of hij donker wordt. Je moet hem blijven doorgeven. Oh mijn god, deze dingen worden. Deze piraten. Ik bedoel, deze mensen worden niet dronken. Of dit is van de Clock Tower. Wacht, eerst even kijken of dit van de Clock Tower is. Ja, dit is van de Clock Tower. Oh mijn god, ja. Wacht, misschien wel. Voordat we daarin gaan, kom mee. Misschien is het ook wel de key voor. Voor de prison. We zijn gewoon een gekke heist aan het doen. Ja, GTA heist en Sea of Thieves. Nee, deze kan niet. Wat is dit man? Oh, zit er ook nog wat mee? Die kunnen ook nog naar boven. Ja. Clock Tower key needed hier. Oh ja.
Nou, nu heb ik de key ook niet meer. Oh. We moeten de tijd of zo veranderen hier. Kan jij eraan zitten? Nee, ik kan er niet aan zitten. Oh, er zit iets tussen. Ja, this mechanism is jammed. Een bot. Oh, dit moeten we geven aan het... Wacht, ja, is dat bot erop? Ja, dit moeten we aan die hond geven. Use wheel. Maar hoe laat moeten we het maken? In de ochtend misschien? Het is middernacht. Kan jij kijken hoe laat het nu buiten is? Dit is de wijze. Wacht. Waar is... Is dat de klok gebleven? Oh, hier. Het is nu... Het is nu... 9. Oh nee, zo werkt dat niet. Want we moeten iemand laten geloven dat het zo laat is. Denk ik. Zo'n gevoel heb ik erbij. Want de tijd is niet veranderd. Ja, precies. Maar we hebben tenminste nu wel de bot, maar dan weet ik niet wat we met dat andere moeten doen. Nee, hij wil dit bot niet. Maar misschien moeten we dat vlees, het hele lap, grote lap vlees aan die hondjes geven. Ik ga dat meenemen. Ja, misschien die wel. Ja, sowieso. Misschien is het die hond met de sleutels. Oh, ja. Dat we daar achterin komen in die bar. Ik haal die gunpowder fuse. Oh. Ja, is goed. Something might make this dog give up his bone. Nee, oké, dan moet je hier naartoe bij mij. Bij die ene andere honden, weet je wel? Ja, die kleine hondjes, maar die heb ik al geprobeerd. Oh. Die werken ook niet. Oh, maar heb je hem wel eerst warm gemaakt? Terwijl... Nee, tuurlijk niet. Even kijken. Misschien dat je hem klaar kan maken ofzo? Ja, ik heb hier nu een fuse neer. Add ingredient. De flip, anders heb je hem... Wow, hij klipt gewoon in de pan. Ingredients required to finish stew. Onion? Oh, lekker uien snijden. Kel. We hebben eigenlijk alles verkocht. We hebben nu een fuse. Oh! Use this recipe to create a dish imbued with the strength of mojo. To protect the town against dark magic. Cut of meat, hebbal. Candice Mordant flour. Diced onion heb ik ook gedaan. Red herring. Leek. Dat is leuk. En de root beer sprinkles. Okidoki. Gaan we doen. Leek. Moeten we nog erbij doen. En erin doen. Oh, we kunnen hier weer iemand dronken voeren. En als het goed is, moet hier ook nog wat zitten. Ja, de Candice Mordant flower. Oh, moet er nog meer? Eens kijken, root beer. Oh, root beer sprinkles, wacht. Zit toch hier, dat neem ik nog even. Ga jij het koken doen? Oh, de sleutel zat gewoon hier. Welke sleutel? Ja, die sleutel voor achterin bij de bar. Oké, okay, we hebben nog root beer sprinkles nodig. Kijk in je boekje, De laatste pagina. Root beer stewed meat. Oké, red herring hebben we. Helemaal niet, red herring hebben we helemaal niet. Kan jij vissen voor me, want ik kan niet vissen in Sea of Thieves. Ik moet een red herring hebben. Heb je al bait? Ja, je moet een red herring vangen. Die komt waarschijnlijk gelijk. Want er stond fish up bij. Oeps, verkeerde. Even kijken. Sliced hebben we. Ja, red herring. Onion hebben we. Oké, mooi. Maar aan wie moeten we dit dan geven? Ja, dat stond hier. To protect the town against dark magic. Oh, heb je hem? Oké, okay, kom hier met de vis? Ja, ik geef hem aan jou. Kom eraf. Erin. Ik hoop dat alles is. Anders moet ik nog root beer nog erin. Of zo. Ja, er moet nog iets in. Oké, okay, er staat in het boek... One box root beer sprinkles. Oh, dat is niks. Oh, hier! Waar?
kon die hele doos erin poppen, ja. Lijkt me best wel. Oh mijn god! Wow! Is, er nu? Is dat hem? Wow, ja, dat is hem. Oké, okay. Kijk even of dat de hond wil. Nee. Oké, okay, dan is het voor die andere honden. Hondjes, we hebben hier lekker eten. Yes, oké. Okay. Kijk wat er gaat gebeuren. En dan moeten we meer met hem praten ofzo. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Oh! 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 Hey! I told you not to start trouble! Oh, get back in your cage! I'm gummies for the love of you! Pieter Monk, kom in mijn armen. Wat gebeurt er? Hij gaat weer snoepjes nemen. Oh! Yeah. Oh! 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 Oh mijn god! Wat de flip! Wow! Wat is er met wow, ze gaat naar beneden. Oh. Nou, you cannot see van. Oh, 8 pounds. Nou, oh. Ik weet wat het is. Let's go, let's go, let's go, let's go! De gunpowder! We hebben die gunpowder ding nodig. Ja, voor mij, ja, oké, hier. Ja, 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 ja! Mike! We kunnen hier de meet and greet ticket gebruiken wel. Wacht, wat, serieus? Ja. Come back and speak to my colleague after the clock strike midnight. Midnight. Oké, dus we weten al... Oh, wanneer de klok midnight zegt. Dat is 12 dus. Uur, dus we moeten naar de klok toe en dan midnight. Precies. Nu beginnen we het een beetje te... Ja, inderdaad. Oké, nu moeten we wachten. Dit gaat lang duren, man. Waarom duurt dit zo lang? Ik ga ook gewoon niks zeggen. Ik hoop dat het gewoon midnight is. En dat we niet de hele klok op de klokwaarts moeten draaien. In plaats van omgekeerd. Wat is er dan? Want het draait de verkeerde kant op. Dus ik hoop niet dat we dat helemaal overnieuw moeten doen. Lul. Nee, je gaat nu van 1 naar 12. Ja. Ja. Dus ik hoop dat ze gewoon accepteren dat het midnight is. Oh. En dat we daar een meet and greet kunnen doen. En ja. Wow! Oh! Oh! Cool. Oh. Snel, snel, snel! Meet and greet! Moet wel dat ding in je hand houden, denk ik. Wat? Oh, let me see that. Seems quite funny, I've got... Dus we moeten er nu voor zorgen dat iemand of zo. Hoe gaan we dat oplossen? Wacht eens even, misschien kunnen we die candies wel gebruiken om de cel te ontploffen. En de gunpowder fuse. Ja, neem jij die ook mee? Wauw, deze skelet is echt gewoon gemeen. Hij zegt midnight en nu is het after midnight. Ja, het werkt! Dit is de bedoeling! Oh mijn god! En nu die gunpowder fuse, of niet? Of gewoon slaan. Nee. Ja, we moeten die fuse of nu gewoon... hebben. Ja, de fuse hebben we hiervoor nodig. Oh. Oh. Wop, 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 wop. Oh, dan... Oh, lantern to ignite. Hier gaan we. 3, 2, 1. Woehoehoe. Fire in the house. Zo. Hey. Freedom after all these years. Moeten we een skelet bouwen of zo? Oh! Touch of the moonlight. We are free, Captain Coco. Captain Coco. Hooray! Now we can do all the things we ever dreamed of. Oh, hij heeft wel wat nachtjes hierin gezeten, Mike. Ja, dat had ik net ook al gezien. Well, I mean, not that. That's pretty silly, but we can start over, build new lives for ourselves. Like running a furniture store. Hey, enough with the furniture store. I didn't spend all that time locked up just to collect chairs. Heeft hij nou een hele gesprek met zijn kooksnoot, ja. Tables at affordable prices. Hey, that's stupid. You're stupid. You know what? Fine. Mike. Stay here and have your stupid furniture Mike. Store. I hope it makes you happy. Mike. Ik heb ook geen bommen. Really? Oh. I thought we were friends. Oh. Oh, 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 hij rent, hij rent, hij rent, hij rent, hij rent. We volgen hem.
We volgen hem. Hij rent. Waar gaat hij naartoe? Hij is weg! Hé, hey, hier moeten we de skelet mee bouwen. Ik snap het, hoe we erdoor komen. Kijk, pak de skelettenarmen. Kijk. Oh, ik ben een skelet. Oh, kijk nou wat. We moeten het hoofd en die bot. Die bot van die hond. Dat is het hoofd. Dat hoofd bij de ding. Maar we moeten ook nog het bot van die hond hebben. Moeten we nu wat dingetjes doen. Wacht, ik ga eerst voor. Wat zou die hond in godsnaam willen hebben? Wine! We hebben wijn. We moeten wijn geven aan hem. We moeten wijn aan hem geven. Nee, dat is niet wat we nodig hebben. Kapbord. Wilt hij bier? Nee, hij wil wijn. Ik hoor de fuck al aan wijn. Weet ik niet. Wine. Monkey. Monkey. Monkey doesn't wear monkey. Anything. Wine, monkey. Hmm. Hij zegt wine en dan een monkey. Oh, monkey. We moeten wat in het boek staat. Kijk, je moet monkeys kopen. Monkey toy, a cute souvenir of your trip. Dus we moeten naar een souvenir shop. Ja, hij heeft ze hier. Ja, hier. Hier, purses. Waar? Oh. Oké, dan moeten we daar naartoe nu. Nee, naar de hond. Hopen dat dit werkt. Ik ben niet zeker. Lisa. Ja! Yes! Ja! Hij doet trucjes bij jouw scherm, denk ik. En bij mij niet. Ik heb de bot. Oké, mooi. Zelf, pak de bot. Pak zelf. Ik kan hem niet pakken. Jammer. Oké, nu we moeten even. Oké, dan hadden we nog iets nodig. Kijk eens in het boek wat we als laatst nodig hebben. Maar voor mij hebben we een soort boek nodig of zo. Stond er ook nog. Melee Island History Book. Ja, dat is deze. Dus daar moeten we. 200! Hoe komen we? 200 keer minder! We moeten een gekke beroving doen of zo. Ja. Gekke stash vinden of zo. Misschien kan hij ons helpen. Oh, wacht, we hebben die schermen. Nee, we moeten dat hoofd uit hebben. Daarvoor hebben we die history boek nodig. Even denken. Kan ik gewoon die hond weer pakken? Kunnen we echt niet op een manier dat hoofd krijgen? Ik kan we op een andere manier hoofd krijgen. Hoe heet ook weer die skull? Meroy of zo, toch? Meroy of zo. Oh, wacht! Captain Coco, was dat niet die, Dat was die ene die ernaast zat. Hier, Captain Coco! Oh! Captain Coco is gewoon... Oh, we moeten die dan gebruiken om hem te verplaatsen. Ja, dit is de laatste stap, hè? Ja. Op het echte avontuur gaat beginnen. Ja! Let's go! We hebben hem! If this is about getting to Threepwood, I'm in. I've got a score to settle. But first, I'll need some kind of body. Yeah, but not just any. Yeah, die krijg je. Body, worthy of bearing my terrifying demonic countenance on a new campaign of terror. Hier gaan we. Maaike gaat verkeerd. Oh nee, laat maar. Je gaat wel goed. Gaat beginnen. Hij komt terug tot leven. Oh. Wow. At last, my new reign of demonic terror can. Easy now. It's been a while since I had limbs to worry about. All right, here we go. I'm getting the hang of this. Let's get you into that mansion. Wat gaan we? Hij gaat niet echt goed. Hij ging een beetje met zijn hoofd. Misschien wil hij nog wat hebben.
Dat hoofd. He be rolling down the street. He be rolling to the beat. Well, that about does it for my shift. You know what to do. Keep everyone out of the mansion at all costs. No exceptions. Yeah, yeah. Do I tell you how to do your job? You okay, Walt? You sound weird. It's the allergies. You know, from the poodles. From the poodles. Oh, right. Stupid mutts almost took a bite out of me last week. Our diabolical scheme. Hey, look at the door. Oh. Yeah. Out to the mansion and find Threepwood. I'll keep watch. It's good. Yay! Everyone looks so. We mogen er eindelijk door. We kunnen eindelijk naar de mansion. Het zit ook gewoon zo. Open deur! Open sesame. Oh my god. Zijn er, Mike. Wow. Go away, please. Not today, thank you. Important gubernatorial business going on. Hij speelt met zijn poppen. Ja, dat zie ik. I told you, no more autographs. Leave me alone. Would you be quiet? My wife is sleeping. Your wife stop me. Look, Ludikins, we have company. They must want to hear all about your courageous deeds. Weighty disorder. Honey, pumpkin, gaan beroven. Oh, dit is hoe je de geld krijgt. Welcome to the official Legend of Monkey Island meet and greet event. Your once-in-a-lifetime chance to hear all the seafaring adventures of the mighty pirate Kyber. Heb ik altijd gedaan voor dit? Ja, allemaal, wat de hel. No food or drink permitted during the event. Please keep your hands and feet inside the mansion at all times. The Triland authorities are not responsible for any loss of property, injury, or death incurred during the presentation. The legend begins right here on Melee Island, on the day of my arrival. The pirate ik heb munten. Recognized my natural talents. And so did Governor Marley, who was instantly swept off her feet. Unfortunately, there was one pirate who refused to acknowledge my obvious greatness. The ghost pirate LeChuck, who was also smitten with Elaine and spirited her away to the mysterious Monkey Island. LeChuck, yeah. Gathering a loyal crew and the finest ship available, I sailed in search of LeChuck's pirate lair. Is het altijd lang, man? Concocted a powerful root beer to destroy ghost pirates, I cornered LeChuck and gave him the biggest spritzing of his afterlife. I kept the bottle. It's one of my most treasured possessions. Unfortunately, it's true what they say. You can't keep an undead, obsessive, vindictive, demonic sea scourge down. I had to tangle with LeChuck again before finally ridding the world of his evil once and for all. I returned to Monkey Island triumphant, married my beloved Elaine, and we set sail on our honeymoon. Then, why can't I remember? How's the wind? And what was with that weird fog anyway? Once everyone learned of my heroic deeds, they insisted I become governor of Melee Island. And that concludes your premium meet and greet session. Cheers! Thanks for stopping by. Oh, be sure to check out our exclusive merchandise. We have gifts for the whole family. And please, leave quietly. My wife is very, very, very sleepy. Nou. We kunnen nu de deur openmaken. Oh, nice. De vrouw. Maar is... Vrouw. Ik geloof er helemaal geen bak. We hebben een sleutel nodig voor dit kistje hier. Heeft hij een sleutel? Heeft hij heel toevallig ergens een sleutel zitten? Ik denk dat we hier misschien in. Oh. Munten. Oh, nice. Maar deze had je al gehoopt, hè? Nee. Hieronder waren ook nog deuren. Maar eigenlijk mogen kunnen we er ook niet uit, nee. We moeten hier iets doen. Opgesloten. Dus hier ergens moet een sleutel zijn. Och wat, hier zit wat binnen. Nee, we moeten ergens hier binnen iets doen. Het is hier iets. Oh.
Open curtains. Hey, Mighty Pirate Chest, ik heb hem. Wow, er waren heel veel apen. Er waren heel veel apen, wat denk je? Oh mijn god. Wow! Drop anchor, you barnacle brain. Uh-oh. LeChuck! Hij is er. We moeten vechten. Ja. Oh mijn god, wacht. Wat moeten we doen? We moeten hem helpen. Waar? Oh! Hij is er! What have we here? An unwanted intrusion into my masterful delusion. Threepwood always was pathetically easy to manipulate. Once I convinced him he was a mighty pirate hero, his raging ego made all this possible. So long as he believes he's the legend of Monkey Island, he'll never want to leave this place. And it's all thanks to this. Ooh, what's that? Pirates on your precious sea of thieves. Heb je die niet gepakt, deze fles? Tripped over themselves. Ik had hem net neergelegd. Deliver me this sword. Waar is hij? They couldn't wait to help their beloved. Oh, what? It's not about the gold. It's about the glory. Nee. Nee, serieus? The sea of thieves is such a special place. Nee. Sickeningly sweet stories can last for all eternity. And once this burning blade is restored, those one. Oh, nee. Hij kan mensen nadoen. Maar was hij dan degene al die tijd of niet? So you see, ja, ik hoop het niet. Can't let you stand in my way. Fortunately, my skeletal shipmates have gotten mighty restless keeping watch on Threepwood. I'm sure they'll take good care of you while I set sail for Monkey Island. Oh nee. Oh. Daar komen ze. Waar? Oh, wacht, ik pak de fles. Wow. Ze ontploffen gewoon. Ja. Jij moet er snel. We zorgen dat ze allemaal ontploffen. Ja. Ontplof. Jullie allemaal. We moeten... Oh god. Waarom is... En doorlopen. Oh, hier. Maar dat betekent... Een flesje. Wat? Een flesje. Is die leeg? Oh, nee. Ik kan hem schudden. Dan werkt hij weer. Ja, maar uiteindelijk is hij leeg. Hè? Waar ben je? Oh, daar. Oh, ze komen nog steeds eraan. Ja, oké. Laat ze ontploffen. Misschien moeten we alles redden. Misschien wel. Get them, captain's orders. Hier. Oké, pak die. I'm it. Lekker ontploffen. Oké, dat zijn bottles. Oké, wel blijf jij hier. Ik ga heel snel naar die mansion kijken of we daar nog iets moeten doen. Is goed. Oké, wacht. Ga jij naar mansion, ik ga naar de lookout tower. Is goed. Dat lijkt me een betere optie. Ja, want dat was toch mist? Hij had het toch over mist? Ja. Ja, dus we moeten gewoon met de mist moeten we... Oh, wacht hem op mij. Ja, ik wacht bovenaan op jou. Is goed. Laten we naar boven lopen. Pietermon, kom mee. Dit is het. Oh, nee. Nou, weet je wat we moeten doen? Suicide is the option. The only suicide. The only option now is... Suicide. Ik heb het overleefd? Nou, ik ga het niet overleven hoor. Ik ben helemaal naar beneden gejumpt. Ik heb het overleefd. Ik denk dat we moeten varen. Dat gevoel heb ik. Oh nee, hier is een shop die open is. Oh, wow. Oh ja, tuurlijk. Die guards zijn weg natuurlijk. Oh, root beer required. Root beer. Oh, moeten we het weer terug. Gather your crew before continuing.
Lekkere spray. Oh! Place the rubble. Oh, je hebt hem al. Oh, wow, wow. Thanks to you, LeChuck has withdrawn, and Rootbeer has rid this place of his evil influence. The power of Mojo can return at last. We have much to discuss, but I sense you may have unfinished business here on Mele Island. Mm-hmm, when you are ready to depart, return to me here. I shall be waiting. If he is not stopped, then he will continue to seek that power for himself. But LeChuck's lair lies deep beneath Monkey Island. And only Guybrush knows the way. Do not lose hope. There is a way to clear the head and free the heart of Guybrush Threepwood. But it will take time to prepare. There are those in the living world who will wish to know all that you now know. I shall send them word of my plan. Hey, my thing is klaar. And when the time is right, I sense they will seek your help once more. For now, I shall return you to your ship. Wacht, wat? Guybrush owes you a great debt of gratitude. Next time we meet, I shall make certain he repays it. We moeten terug naar ons schip, of is gedaan. Terug. Je bent een barrel. Ja. Wow, yeah, we hebben het gedaan. De taltel complete, man. Ik neem de hoed weer mee. Ze zijn terug. Oh. Welkom dus terug. Zijn... Oh. We worden gewoon teruggestuurd. Ja, dit was de taltel. Wow. What? Wow. Legends of Monkey Island figurines received. Het zijn wel flinke taltails. Ja, dat wel. Oh, daar gaan we. Daar gaan we. Pieter Monk erbij. Wow. Daar gaan we weer. Oh, daar zijn we weer. We zijn weer in de Sea of Thieves. Oh, de poort is dicht. Oké, dat betekent dat we de taltail hebben gecomplied, denk ik. Ja. Deze. Wow. Dat was wel dik hoor. Ja. Alleen ik vond het heel onduidelijk. Ik denk dat dit meer de income scene was. Ja. Nee, de income taltel. Dus dat je leert hoe en de wat. Ja. Ik denk dat dat het meer was. Maar ik vond hem wel mooi. Voor eerst was hij wel leuk. Ja, het was echt leuk. Ik heb er wel van genoten. Ja. We gaan naar... Northeast, we gaan waar we vandaan kwamen. Ja. Oh, ik heb honger. Dan zou ik even een goed broodje eten. Ja, ik ook.